Jeroen Pau uit zijn onvrede over hoe Gordon omgaat met kritiek van de mannen van Veronica Inside, maar verrassend genoeg verschijnt Gordon vanavond in de show. Boze kijkers geven aan dat ze de uitzending zullen overslaan vanwege deze onverwachte gast. De afgelopen week lijkt Gordon overal aanwezig te zijn, inclusief een optreden in de talkshow Sophie en Jeroen. Pau confronteert hem met de lachwekkende reacties op zijn valse optreden in Veronica Inside. Op de vraag of hij daarvan baalt, Beweert Gordon het niet gezien te hebben, wat door niemand geloofd wordt. Olga Gulsen herinnert Gordon eraan dat hij het wel gehoord moet hebben, aangezien hij aan het zingen was. Gordon verklaart zijn emoties en zegt dat het liedje voor zijn beste vriend Patrick was, wat resulteerde in een emotioneel moment. Gordon begint zelf over Veronica Insight en de kritiek die hij daar kreeg. Hij geeft aan dat het pijn doet en dat hij met iets leuks kwam, namelijk een nieuwe CD na acht jaar. Jeroen Pau merkt op dat Gordon weinig incasseringsvermogen lijkt te hebben en adviseert hem om ook kritiek te kunnen ontvangen, aangezien hij zelf makkelijk uitdeelt. Gordon verdedigt zich door te zeggen dat hij wel incasseringsvermogen heeft, gezien de vele negatieve opmerkingen die hij de afgelopen jaren heeft moeten verwerken. Olje Gulse is verbaasd en merkt op dat Gordon te veel moeite lijkt te hebben met de kritiek, terwijl zij zelf al van alles over zich heen heeft gekregen. De discussie escaleert als Wilfred Gené onthult dat Gordon vanavond samen met Old Jay in Veronica Inside zal verschijnen. Kijkers uiten massaal hun ontevredenheid over deze aankondiging met opmerkingen als nog meer aandacht voor die droeftoeter. BRRR en bedankt voor de tip. Sla over. Gezicht met vreugde, tranen, Netflix wordt het. Het lijkt erop dat Gordons verschijning in de show niet goed wordt ontvangen door het publiek.